vraag van de Kroosland. 45 jaar geleden stonden we hier ook al. En toen waren we tegen de regenten van toen. Inmiddels hebben die vervangen door internationale bankiers. Ik ben hierin boos en ook verdrietig daardoor. Dat we eigenlijk in die tijd zo weinig ver gekomen zijn. Er zijn oplossingen. Er zijn makkelijke oplossingen. Wij moeten lokaal acteren. We hebben één aarde. We hebben één mensheid. En die overvloed moeten we gewoon delen. En we moeten lokaal acteren. Onze eigen dorpen, onze eigen steden met elkaar samen laten werken. En dan hebben we die hele grote internationale overheid helemaal niet meer nodig. Dankjewel. Medicum Dilman, dames en heren. Ik heb twee boodschappen. Eén is van Anonymous. We know, we are here, and we won't stand for this. En het tweede is van mezelf, dus ik zal het masker even bij afdoen. En dat is namelijk over de kunst en cultuur. De kunst en cultuur in Nederland is momenteel inderdaad nog het speeltje van de rijken. Maar dat is niet de bedoeling van kunst en cultuur op het moment. Kunst en cultuur is de stem van het volk. Dus geef kunst nu eindelijk eens weer eens inhoud. En ga nou eindelijk eens een keer weer aan het werk. Ik wil even zeggen, dit is geen demonstratie voor socialisme en dit is ook geen demonstratie voor links-Nederland. Ik stem op de VVD en wat ik hier niet genoeg hoor... Ja, dankjewel. Welkom, jullie ook. Het is geen demonstratie om, over socialisme. Het gaat erover dat de banken en politiek nu moeten ingrijpen. De politiek moet de kapitaalbuffers verhogen. Nee, dit is echt waar. Wat is de politiek als er een stem van het volk ontbreekt? Waarom is de politiek? Waar is de Lusje? Waar is de Lusje? Ik vind dat de banken moeten boeten voor wat ze hebben gedaan. En het moet gebeuren door een bankenbelasting op transacties. En ik vind ook dat het huidige financiële systeem niet langer kan blijven voortbestaan. Dat vind ik net als jullie allemaal. Ik vind alleen dat socialisme geen antwoord is om het op te lossen. Dank u wel. Steven, reageren op het boegeroep dat die man zei dat hij van de VVD was. Ik heb vanmorgen op de computer gelezen dat 42% van de VVD achter deze demonstratie staat. Ja. En wij hebben ook werkgevers nodig. Niet iedereen die kan zich zelfstandig maken, maar dit is dan een reactie op iets anders. Dat was nummer 1. Nummer 2 is, ik vind dat wij nu dubbel hard moeten werken met deze actie. Want ten tijde van de bankencrisis hebben we het allemaal laten zitten. We hebben niet geprotesteerd dat er ontzettend veel mensen nu nog steeds in armoede zitten vanwege het graaien van de banken en het aanpraten van allerhande leningen en zekerheden die nog niet goed genoeg waren om een stormend glas water in bedwang te houden. En dan nog één ding over vrijheid van meningsuiting. Daar moeten we dus heel goed naar kijken. Daar lig ik vaak wakker van. Vrijheid van meningsuiting, volgens mij heeft de staat ons dat gegeven om elke mening maar weg te kunnen doen. Want het is niet meer dat een mening zoals bij de dikke vandalen, dat die gefundeerd moeten zijn. Nee, je vliegt wat uit je neus, je haalt wat uit je lucht, dat is je mening. Nou, en als iedereen op die manier maar meningen blijft uiten van die losse vlotters, daar heeft niemand wat aan, dan word je daarmee in een hoek gedrukt. Wij moeten dus vechten voor de vrijheid van meningsuiting en dat de meningen ook weer gefundeerd zijn, dat we daar ook echt iets mee kunnen doen. Dat is het. Hallo allemaal. Door de bankgenomen.nl ben ik vandaag hier om het volgende. Als miljardairs als Warren Buffett en Bill Gates pleiten voor een Robin Hood belasting, dan is er iets fundamenteel mis met ons economische en politieke systeem. De beweging die in de hele wereld aan het ontstaan is, die wil dus dit aan de kaak stellen. En de schaamteloze zelfverrijking, die moet ophouden. Dat is wat ik wil zeggen. Waar verantwoordelijkheden niet helder zijn en waar geen verantwoordelijkheidsgevoel is, liggen besluiteloosheid
en machtsvorming op de loer en worden altijd feit. Nou mensen, ik vind het heel erg, want iedereen die maar kapt bossen af van de tijger en zo sterft die uit. En ze willen daar alleen maar geld mee verdienen. En dat vind ik echt hard, heel erg. Ze willen alleen maar egoïstisch zijn en geld verdienen. Dat vind ik niks. En dat is wat ik wou zeggen. Leef de tijger! Zeg maar. Ik wil je even een spiegel voorhouden, het volk. Eén ding. Ik geloof niet alles en gehoorzaam niet in alles. Wees geen schaap. People, wees geen schaap. De sheeple. Stop ermee. Kijk dus naar jezelf van wat doe ik. Geloof ik alles wat er in de pers staat, ja, en gehoorzaam ik alles. No way, no more. Okay. Hallo, mijn naam is Joop. En waar ik me bezorgd over maak is dat het geld zo ontzettend veel macht over de politiek heeft gekregen. Dat ja, het kiezen van politici, dus gewoon de democratie, daardoor ja, bijna een aanfluiting is geworden. En ik vind het, kijk, geld is gewoon belangrijk en geld geeft veel macht. Maar het is wel heel belangrijk dat de politiek de macht blijft houden over het geld en niet andersom. Want ja, een andere mogelijkheid, hè, heel veel andere mogelijkheden voor ons gewone mensen om een beetje invloed uit te oefenen, is er niet. En ik ben bang dat het anders steeds meer de kant op gaat dat wie daar tegen is, hè, verdacht wordt gemaakt of gecriminaliseerd. Want in mijn eigen omgeving zie ik hoe dat met krakers is gegaan, die sinds een jaar gewoon misdadigers zijn als het ware. En dat vind ik heel erg, want dat is een groep mensen die ik als heel goed ken en die ook waar hele goede andere ideeën opkomen. En dat mag kennelijk niet meer. Dat moet worden afgewurgd. Nou, dat was wat ik te zeggen had. Dag mensen, kan ik jullie beter zien? Hallo. Mag ik voortborduren op de vorige spreker zei namelijk de macht van de bankiers en de regeringen. Het feit dat die mensen de macht hebben is een aloud systeem. Ooit waren er koningen die graag oorlogen wilden voeren. Maar daarvoor moesten ze geld ophalen bij de baronnen of de hertogen of belasting bij het volk. Totdat de bankiers kwamen die zeiden, als jullie ons nou voortaan het geld van het volk laten drukken, beschermen jullie ons. Dat hebben ze vandaag nog steeds. De centrale bankiers zijn diplomatiek onschendbaar. En het zijn de enige mensen die ons geld, waar we allemaal mee moeten betalen, mogen drukken. Die worden beschermd door de politici en de politici hebben daardoor altijd een plek waar ze naartoe kunnen gaan om geld op te halen voor hun plan. Op dit moment zijn de schulden die aangegaan zijn door bedrijven, door banken, omhoog aan het reizen in het systeem. Wij gaan daar geen belasting voor betalen, dat vinden wij niet leuk om deze problemen op te lossen. Dus de politiek zal dit moeten oplossen met waarschijnlijk geld bij te drukken. Dat is dus gewoon achteraf belasting betalen door ons allemaal. En de enige reden dat überhaupt kan, is dat die centrale bankiers die macht hebben. We zouden die macht gewoon kunnen afpakken. Ja! Yes! Oké. Dat zou mooi zijn, want we willen niet dat ze die macht hebben. Daar is deze beweging tegen. Ten tijde van de gouden standaard, ik hoop niet dat ik nou iets verkeerd zeg, ik was het toen niet, toen waren er veel minder oorlogen, omdat er gewoon beperkt geld was. Het geld is nu onbeperkt, dus degenen die het geld onbeperkt kunnen bijdraaien, hebben onbeperkt de macht. Helaas wil het Front National in Frankrijk, dus eigenlijk een beetje de foute mensen, een gouden standaard invoeren. Laten wij een soort, nee niet, oké, kom gauw hierheen en verbeter mij. Laten we zorgen dat niet de verkeerde mensen de goede oplossingen maken, maar laten we wel de macht bij de bankiers, bij de centrale bankiers weghalen, alsjeblieft. Dat is punt 1. Punt 2 is de mentaliteitsverandering, daarna ben ik hier weg. Alles is gebaseerd volgens mij nu op groei. Als de economische groei weg is, dankjewel, als de economische groei weg is, valt dit systeem in elkaar.
deze groei, de oneindige groei, waar we voor gek mee worden gehouden. Wat de meneer met de indianentooi net al zei, de groei houdt op een eindige planeet. Dat moet een soort groeidenken moet weg. Er moet balansdenken komen. We moeten in balans komen met de omgeving, leven naar wat we hebben, leven naar de arbeid die we kunnen verrichten. De groei van de mensen moet ooit ophouden, de groei van de economie moet ophouden. We moeten terug naar balans. Succes! Ik wil, deze woorden zijn uit mijn hart gegrepen. Deze mensen allemaal nadenkers toch? We staan hier allemaal vanuit een bezorgdheid dat het grote graaien onze eigen toekomst gaat beïnvloeden op een negatieve manier. Het feit dat die bankiers de gelegenheid krijgen is een soort politieke crisis van de politiek die het financiële systeem niet meer onder controle kan krijgen. Het is ook een morele crisis van het kapitalisme wat ongebreideld graait wat ze niet te pakken kunnen krijgen. Maar het is ook een ecologische crisis. En daarvoor wil ik aansluiten op de vorige spreker dat we zo door de economie zijn gedomineerd omdat we onze samenleving zo groot en zo ingewikkeld hebben gemaakt dat we vergeten zijn dat geld een betaald middel is. Wat ik graag zou willen toevoegen aan de vorige sprekers is dat we een mensheid zijn die gewend zijn om in kleine gemeenschappen te leven waar het leven overzichtelijk is. Vorige week hebben we de 7 miljardste wereldbewoner mogen verwelkomen en dat geeft aan dat we in het ecologisch systeem van de wereld niet meer een onbepalende factor zijn geworden, maar dat we nu zo'n dominante factor zijn geworden met al onze techniek, dat we alleen nog maar de complexiteit zichtbaar kunnen maken met geld. Maar we moeten terug naar een systeem waarin de ecologie het raamwerk is, dus de eindige hulpbronnen van onze aarde het raamwerk is en daarbinnen moet geld het middel zijn om politiek, ecologisch en moreel de rijkdommen en de hoeveelheid energie die we hebben goed te verdelen. Dat is wat ik wou toevoegen. Want ik ben niet alleen kwaad of verdrietig en al die dingen, maar ik ben ook ontzettend blij. Want dat we nu eindelijk hier zijn, daar ben ik echt ontzettend blij om. Ik vind het echt te gek. Want ik heb natuurlijk al een eerdere fase demonstreren meegemaakt. En dit is geen demonstratie, dit is een gathering. En dat vind ik wezenlijk wat anders dan demonstreren. Ik heb nog nooit zo verschillende mensen bij elkaar gezien voor eenzelfde doel. En dat is precies waarom het nodig is dat we hier aangekomen zijn. En dat is precies ook waarom het nodig is dat Egypte, New York, wherever, till whenever, we hiermee door zullen gaan. Dus ik wil jullie en ons en mijzelf en wie dan ook allemaal ontzettend bedanken voor deze energie. Want deze energie helpt ons onderweg naar de nieuwe aarde. En daar zitten alle dingen in die alle vorige sprekers al genoemd hebben. En het gaat echt om eenheidsbewustzijn, om energie van liefde en leven en laughter. Have a good day!